Dankjewel, Cheryl. Excuses dat de techniek mij een beetje in de steek laat vanuit Delft. Ik zal aan Cheryl vragen om iedere keer de volgende dia te doen. Mag ik de volgende dia? Nou, aan mij het verzoek om het patiëntenproces wat beter te beschrijven. Ik besef me wel, nu ik de verhalen van Hans en Lisbeth ook heb gehoord, dat heel veel al ook in de discussies ter sprake is gekomen. Dus mijn idee is eigenlijk om daar wat sneller doorheen te gaan. Mag ik de volgende dia? Nou, focussen we uiteraard op protonentherapie. Vooral omdat wij denken dat dat een belangrijk onderdeel is in de bestralingsbehandeling waar nog groeiende aandacht voor moet komen. Het is wel goed om te beseffen, zoals al meerdere keren genoemd is, dat er voor de bestralingsafdelingen heel veel verschillende technieken zijn. Heel veel daarvan zijn standaard technieken. En technieken voor een hele klein onderdeel aan patiënten maar. Maar deeltjestherapie, protonentherapie, is een hele bijzondere, met name omdat de investering zo groot is. En dat is de reden waarom het valt onder de wet bijzondere medische verrichtingen. Andere technieken vallen daar allemaal niet onder. En vandaar dat er ook een apart verwijsproces bedacht is. Wat goed is om te beseffen als patiënt, is eigenlijk het rechterplaatje. Dat is als je als patiënt in een bestralingsafdeling komt en je loopt naar een apparaat toe waar je dan bestraald wordt, dat je eigenlijk aan de buitenkant, als je er niet verstand van hebt, heel moeilijk kan zien wat nou het verschillende apparaat is. Het lijkt allemaal enorm op elkaar. Dus er is niet goed een zichtbaar verschil daar. Mag ik de volgende dia? En dan het verzoek om eventjes helemaal door te klikken tot aan het einde van de dia, want ik dacht in controle te zijn met het doorklikken, ja. En dan de laatste nog. Het patiëntenproces heeft eigenlijk twee perspectieven. Het ene perspectief is vanuit de arts. Het andere perspectief, dat is de volgende die is vanuit de patiënt. En vanuit de arts is het zo, en dat is al een paar keer ter sprake gekomen. De patiënt komt bij de chirurg bijvoorbeeld voor borstkanker of voor hoofd-halskanker bij de KNO-arts. Daar wordt de diagnose gesteld en allerlei beeldvorming gedaan. En met die diagnose stelt de poortspecialist een behandelplan op. En dat bespreekt hij samen in het oncologisch overleg. Dat is een multidisciplinair overleg, het MDO, waar verschillende specialisten zitten, waaronder altijd de bestralingsarts, ook de internist-oncoloog voor chemotherapie en vaak nog vele andere specialisten. Er zijn landelijke protocollen beschreven die ook vrijelijk inzichtelijk zijn voor patiënten en patiëntenfora. En die landelijke protocollen moet je volgen, maar omdat kwaadaardige ziekte zo'n complex iets is, zie je dat het belangrijk is dat we daar met elkaar afstemming en overeenstemming over krijgen. Zoals gezegd is bestraling een veelvuldig onderdeel van de behandeling. Uiteindelijk op het MDO wordt gezamenlijk het advies gegeven aan de patiënt. En dat wordt dan aan de patiënt teruggekoppeld. En vervolgens zal dan één voor één het stappenplan doorlopen worden wat gezamenlijk is afgesproken. Een van de onderdelen van behandeling, hè, oncologische behandeling is vaak niet één therapie, maar zijn er vaak meerdere. Een van de verwijzingen zal dan zijn naar de afdeling radiotherapie. En zoals ik al noemde, daar op de bestralingsafdeling heeft de arts een keuze in verschillende bestralingsvormen. Er zijn landelijke indicatieprotocollen beschreven. Die zeggen voor bij welke patiënten moet je nou nadenken om protonentherapie eventueel voor te stellen. En als je mogelijk geschikt bent vanuit zo'n landelijk indicatieprotocol, dan zou je verwijzing naar een protonencentrum kunnen krijgen, mits de patiënt ermee akkoord gaat. Dan heb je twee soorten, zoals al net door Hans en Lisbeth genoemd. Een standaard indicatie zou direct protonentherapie krijgen, zoals kinderen. En een model-based indicatie krijgt eerst een planvergelijking. En bij een positief planvergelijking is dan verwijzing naar protonentherapie. Nou, bij verwijzing volgt dan de protonentherapiebehandeling. En uiteindelijk na behandeling zal een patiënt weer teruggaan naar het verwijzend ziekenhuis of de verwijzend specialist voor de definitieve nakontrole. Mag ik de volgende dia? En dan graag weer helemaal doorklikken tot aan bullet 7. Nou, het perspectief van de patiënt is nagenoeg hetzelfde natuurlijk, maar toch even vanuit een ander kader. Je komt als patiënt bij de orgaanspecialist, bijvoorbeeld bij de chirurg. Daar ben je bij het hele eerste deel. Die vertelt je de uitkomst dat je een kwaadaardige ziekte hebt. En die zal al bespreken wat hij of zij zal bespreken bij het MDO, het multidisciplinair overleg.
En uiteindelijk zal daar bestraling vaak een onderdeel zijn van wat uit de behandeling komt. De orgaanspecialist, bijvoorbeeld de chirurg, die zal dan ook de eerste verwijzingen opstarten. Nou, vervolgens krijg je dan verschillende onderdelen van behandeling. De chemotherapie bijvoorbeeld bij de internist-oncoloog. En uiteindelijk zal er een verwijzing zijn naar een bestralingsafdeling, een afdeling radiotherapie. Nou, op een afdeling radiotherapie is altijd rust, regelmaat, reinheid. Er is veel tijd, rust en ruimte. En dat is ook zo omdat de storm na het krijgen van de diagnose vaak al een beetje verstreken is. Bij de bestralingsarts wordt dan ook ruim de tijd genomen om het bestralingsplan te bespreken en de mogelijke bestralingsopties. En zoals u begrijpt is protonentherapie één van de vele opties. Dus is er vaak ook veel te bespreken. Zo'n eerste gesprek duurt dan ook best wel vaak lang. Veel afdelingen nemen daar een half uur, drie kwartier of soms wel een uur voor. Nou, uiteindelijk is dan de bedoeling dat daar ook protonentherapie als mogelijkheid wordt besproken voor de patiënten van wie dat aangaat. Zoals al gezegd, dat staat in de landelijke indicatieprotocollen. Als dan de patiënt akkoord is, dan blijft de patiënt bij diezelfde bestralingsarts. Bij een planvergelijking wordt dan elektronisch. Dus worden de voorbereidingen zoals een masker maken, een CT-scan, zoals net genoemd, worden al gemaakt op diezelfde afdeling bestraling, radiotherapie. En uiteindelijk wordt het plan wat gemaakt wordt om te bestralen met fotonen elektronisch verzonden naar de protonencentra. Dus de patiënt hoeft helemaal bij een planvergelijking niet naar het protonencentrum te komen. Dan krijg je binnen één, we hebben afgesproken om dat zo snel mogelijk te doen, maar uiterlijk 2 dagen, werkdagen dan, krijgt diezelfde bestralingsarts de uitslag van de planvergelijking en zal dat met de patiënt bespreken. Als er voordeel is van protonentherapie, zoals net beschreven in het verhaal van Hans, en bij akkoord van patiënt zal dan een verwijzing voor protonentherapie naar een protonencentrum volgen. In Maastricht en Groningen zijn dat geïntegreerde centra. Dus als je in Maastricht een patiënt bent die voor protonentherapie in aanmerking komt, ja, dan loopt dat wat makkelijker door. Maar patiënten van buiten, bijvoorbeeld van Friesland, Leeuwarden naar Groningen, die zullen dan echt verwezen moeten worden naar Groningen. Bij een standaardindicatie, zoals we net al noemden, is directe verwijzing zonder planvergelijking. Nou, uiteindelijk komt de patiënt dan dus echt via verwijzing naar een protonencentrum voor protonentherapiebehandeling. En zal na afloop ook retour gaan naar het verwijzend ziekenhuis, dan wel de specialist voor de nakontroles. Mag ik de volgende dia? Als je dat in een plaatje weergeeft, dat vinden wij altijd heel fijn, maar ik kan me voorstellen dat een hoop mensen hier ook wel minder fijn vinden. Dan is de bovenste roze balk is de bestralingsafdeling en de onderste blauwe balk is het protonencentrum. De patiënt wordt dus verwezen naar een bestralingsafdeling en dat is linksonder RT voor radiotherapie. Daarbij worden bij een planvergelijking alle voorbereidingen gedaan, zoals een masker, een CT-scan, MRI-scan, PET-scan, wat dan ook nodig is. En uiteindelijk zal dan de computerplanning verwezen worden naar het protonencentrum. Dat is dus een elektronische verwijzing, waarbij binnen 2 werkdagen de uitslag teruggestuurd wordt naar het bestralingsafdeling. Dat wordt besproken met de patiënt. En als er een verschil is wat positief is, oftewel waarbij er aanzienlijke winst is voor protonentherapie, zal de patiënt lijfelijk ook verwezen worden voor die protonentherapie, mits de patiënt uiteraard akkoord is. Mag ik de volgende dia? Nou, zoals al genoemd, is de wetgeving hieroverheen zeer uitgebreid. Dat staat allemaal beschreven in meerdere rapporten. Het rapport rechts is ook in te zien. Dat is het Gezondheidsraadrapport in 2016, waarbij alle data over hoeveel patiënten komen nou in aanmerking enzovoorts beschreven zijn. Dat is vrijelijk opvraagbaar. En links staan dan welke zijn standaardindicatie en welke zijn indicaties waar je eerst die planvergelijking voor zou moeten doen. Naast kinderen standaardindicatie zijn zeldzame dingen chordomen van de wervelkolom. Dat is een goedaardige bottumor. En een oogmelanoom, dus laten we zeggen huidkanker tussen haakjes, die in het oog plaatsvindt. Mag ik de volgende dia? Nou, goed om dat in plaatjes even te zien, over standaardindicaties bijvoorbeeld. Nou, voor kinderen zou Hans veel plaatjes kunnen laten zien. Maar voor een chordoom, de goedaardige bottumor, is hier een plaatje wat je kan zien. Dit is een CT-scan van de buik, een dwarsdoorsnede, waarop zichtbaar aan de achterkant de wervelkolom, met kleurtjes daaroverheen, dat is de dosisverdeling. Direct daarnaast zijn 2 ronde dingen zichtbaar met blauw lijntje erom, dat zijn de nieren.
Links aan de voorkant voor de kijker is de lever zichtbaar. En aan de rechterzijde is, laten we zeggen, het darmpakket zichtbaar. Wat je kan zien aan de linkerplaatje is het protonenplan. Waarbij je ziet dat die dosis heel lokaal kan worden afgegeven. En aan het rechterplaatje zie je het fotonenplan. Nou, zoals u ook in de kleine lettertjes kan zien, is de voorgeschreven dosis voor deze patiënten 74 gray. Gray is joules per kilogram, dat is de eenheid van bestraling. En 74 gray is in principe te veel voor de nieren, te veel voor de wervelkolom, voor het ruggenmerg, wat in het midden zit. Dat is aan het linkerplaatje het blauwe cirkeltje in de wervel. En wat je kan zien met protonentherapie, dat je heel lokaal die dosis kan doen, zodat je de nieren aan beide zijden en de wervel, het ruggenmerg, goed kan sparen. Aan de rechterkant, het fotonenplan, is dat minder goed en vandaar ook is dit een van de standaardindicaties. Mag ik de volgende dia? Bij een planvergelijking moet je zowel het fotonenplan als het protonenplan vergelijken. Dit is een voorbeeld van een positieve planvergelijking, waarop opnieuw links het protonenplan zichtbaar is en rechts het fotonenplan. Waarop je kan zien dat bij het fotonenplan er een uitgebreider gebied bestraald wordt, waarbij ook bijvoorbeeld de mondholte een aanzienlijk stuk wordt meebestraald. En afhankelijk van de verschillende modellen kan daar dan uitkomen dat er een meerwaarde is van protonen. Dat is wel goed om te realiseren dat een planvergelijking altijd gaat om welke organen dat je dan daarbij betrekt. Mag ik de volgende dia? En dat het goed is om te beseffen dat er heel veel technische belangen zijn. En dat had een van de vragenstellers net al heel terecht opgemerkt. Want hoe nauwkeuriger dat je precies kan bepalen waar die dosis terechtkomt, ja, hoe groter moet je ook met de onzekerheden uiteraard rekening houden. Fotonen is waarschijnlijk toch iets meer vergevender, omdat de dosis altijd wat meer uitsmeert. En daarom dacht ik, het is misschien goed om dat plastisch uit te beelden. Mag ik de volgende klik? En dat heb ik gedaan op basis van waar mijn zonen vroeger fan van waren. Dat waren de Minions. U allen bekend, uiteraard. Daar ben ik van overtuigd. Mag ik de volgende dia? Dus als je dat plastisch zou uitbeelden en je maakt een röntgenfoto van zo'n minion. Links is het de minion uitgebeeld, rechts daarvan het plaatje van de röntgenfoto. Mag ik de volgende klik? Dan is de groene cirkel, laat ik maar zeggen, het normaal orgaan wat je graag zou willen sparen. En de volgende klik. Dan is het rode gebied bijvoorbeeld de tumor. Bij de volgende klik kan je zien als je met fotonen bestraalt. Ja, die stralen gaan dus door. En zou je een stuk van het groene gebied, van het gebied wat je liever niet wil bestralen, meebestralen. En de volgende klik. Daarbij zie je dat protonen veel lokaler kan, oftewel dan kan je dat op deze wijze goed sparen. En bij de volgende klik zie je dan wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn van een planvergelijking. Protonentherapie hierbij zal uiteraard winst hebben. Maar zo simpel zit het niet. Mag ik de volgende dia? Dus als we doorgaan in de volgende klik, dan zie je bij fotonen dat er wel degelijk heel veel technische mogelijkheden zijn om dat ook anders te doen. Zoals hier, dat je schuin straalt. De volgende klik. Dan zie je bij protonen dat dat hartstikke mooi is en dat je heel lokaal kan, maar dat ook het gezonde gebied even goed bestraald wordt. En de volgende klik. En dan zie je dan natuurlijk logisch bij protonen die op dit moment toch een aanzienlijk stukje duurder zijn en wat beperkingen hebben met de aantallen patiënten die we aankunnen, dat je op dat moment kiest voor fotonen. Daar zit wel een disclaimer bij. Namelijk hier is een groen cirkeltje getekend van hoeveel van één gezond orgaan. Maar in het lichaam zijn er natuurlijk heel veel. En van niet allemaal hebben we modellen. Mag ik de volgende dia? Nou, voor hersenen is dat goed te zien. Voor hersenen is het zo dat we qua modellen niet zo heel veel modellen hebben, omdat er gewoon heel weinig onderzoek is gedaan. Wat zijn nou de lange termijn effecten van bestraling? Wat we wel weten is dat het aanzienlijke problemen kan geven, bijvoorbeeld na 10 jaar, van mensen of ze nog kunnen werken. Of dat ze deel kunnen nemen aan het sociale leven. Maar de vraag is natuurlijk met alles, kan je dat modelleren? Nou, voor hersenen hebben we dat goed uitgedokterd en daar een goede consensus voor gemaakt. Maar voor veel anderen is dat nog moeilijker. Mag ik de volgende dia? Ja, merci. Dan is dat bijvoorbeeld hier op dit plaatje te zien. Dit is de uitkomst zoals die bij ons op de computer zichtbaar is als je een planvergelijking doet. Dan is de linkerboven plan, het linkerboven vakje, is het protonenplan bij iemand met borstkanker, zoals net ook al getoond.
waarbij het hart ook zichtbaar is. Hè? Dat is, laten we zeggen, achter het borstbeen in het midden. En zoals u kan zien, met protonen wordt dat niet bestraald. De rechtsboven plaatje, dat laat het plaatje zien bij fotonen, waarbij je ziet dat daar het hart ook niet wordt bestraald. Maar wat je wel ziet, dat de uitsmeer van bestraling toch wat uitgebreider is, omdat ook de longen een stukje worden meebestraald. Rechtsonder kunt u zien het dosisverschil, waarbij je ziet dat op sommige gebieden protonen iets meer bestraling geeft, en fotonen, dat is dan meer het blauwe deel, een uitgebreidere bestraling daar geeft. Een patiënt zoals dit zal dus niet verwezen worden, omdat we voor borstkanker op dit moment maar één model gebruiken. Dat is het hartmodel. En pas bij uitbreiding van de verschillende modellen kan je ook de schade aan andere organen beter meedelen. De volgende dia. Dit is een andere patiënt met een andere anatomie. En hierbij kunt u zien linksboven weer protonen, rechts weer fotonen. Hier wordt het hart wel een stukje meebestraald. En dit is dan wel een patiënt die voor protonentherapie in aanmerking komt. Oftewel, in het model en het gebruik van wat we zouden kunnen doen, is het zo dat anatomie ertoe doet. Maar ook welke modellen hebben we beschikbaar. Dus wij hopen eigenlijk door te leren dat we in de toekomst veel meer bijwerkingsmodellen zouden kunnen krijgen om veel beter te voorspellen voor wie is dat nou van invloed, ja of nee. De volgende dia. Nou, hoe gaat dan de behandeling? Ja, ook dit. Precies hetzelfde als wat er bij normale bestraling gebeurt. Er is eigenlijk geen verschil te bemerken. Dus zoals dat grosso modo gaat, een bestraling die duurt gemiddeld 6 tot 7 weken alle werkdagen. Sommige tumoren die worden veel minder vaak bestraald, bijvoorbeeld 3 weken bij borstkanker. Normaal gesproken is dat 5 dagen in de week en 1 keer per dag. En dan ben je op een bestralingsafdeling ongeveer 30 minuten op het bestralingstoestel, soms wat korter. Bestraling zelf is heel kort, dat duurt vaak maar 1 minuutje. En de rest is allemaal werk, zowel bij fotonen als protonen, om te zorgen dat je zo nauwkeurig mogelijk bestraalt. Dus die instelling, dat snapshot krijgen, dat is heel belangrijk. Verder is het zo dat de controles frequent zijn, zowel door de bestralingsarts als door de oncologieverpleegkundige bijvoorbeeld, of anderen. Maar er zit eigenlijk geen verschil in. Bijwerkingen, het type bijwerking is ook hetzelfde als bij fotonenbehandeling. Althans, dat is wat we tot op heden weten. Bij protonen zien we echter dat er aanzienlijk minder bijwerkingen zijn. Dat merken we nu al. En we zijn bezig met grote databases om dat allemaal te verzamelen. Maar het zal wel een tijdje duren om die data goed te verzamelen. En ook dat naar de maatschappij goed te presenteren. Zoals u zelf begrijpt. Wij merken zelf een aanzienlijke vermindering al van bijwerkingen. Dus laten we hopen dat dit ook zijn beslag krijgt in de toekomst. En de volgende dia. Nou, wat kun je als patiënt zelf doen? Zoals al net genoemd, verwijzingen komen langzaam op gang. De vraag is natuurlijk, is er wat aan de hand? Er zijn wel kritische geluiden. Er zijn onder specialisten, u kent ze wel. Daar zijn toch wel koning, keizer, admiraal dingen van mensen die mijn apparaat is beter dan jouw apparaat. Maar grosso modo, 99,9% van alle bestralingsartsen die vinden protonentherapie een uitstekend alternatief. Wat er alleen is dat bestralingsartsen vaak in de keten zitten, maar zelf eigenlijk. En wat je ziet is dat het opstarten van protonentherapie, we zijn grosso modo als protonencentra nu een jaartje tot 1,5 à 2 jaar maximaal bezig in Nederland. Dat opstarten van die routine doorbreken door verwijzingen van andere bestralingsartsen, dat gaat gewoon nog heel erg traag. Nou, daar doen we enorme charme-offensief op. Hans Liesbeth en ik, maar ook nog vele andere bestralingsartsen vanuit onze protonencentra en fotonencentra zijn actief aan het lobbyen. Maar dat traag opstarten, dat is gewoon iets wat een gegeven is. Op dit moment zelfs zodanig dat de patiënten die wij krijgen, daarvan is 80% allemaal van onszelf. Dus die komen uit de huizen waar we vandaan komen. En 20% is van andere instituten. En dat is natuurlijk eigenlijk de verkeerde volgorde. Zoals net al heel terecht opgemerkt door een van u. Ja, je moet dit gewoon. Dit moet geen postcode geneeskunde zijn. Dit moet voor iedereen toegankelijk zijn. En de winst kan zo aanzienlijk zijn. Ja, dat je dit eigenlijk het onethisch is als je dit aan mensen achterhoudt. Nou, wat wij ontdekten was dat de awareness bij patiënten nog erg beperkt lijkt. En waar wij een beetje bezorgd om zijn, is al die reclamezuilen.
Dat we inbreken op het NOS-journaal om eens te vertellen dat protonentherapie nog weinig ingang geeft. Dus dat is de reden eigenlijk waarom wij dachten dat het een goed idee zou zijn om de patiëntenverenigingen en zeker de NFK uiteraard, om u te betrekken bij het feit dat protonentherapie gewoon een gezond iets is. En goed is om in ieder geval voor patiënten en voor bestralingsartsen mee te nemen voor de toekomst in hun afwegingen. Dus ja, zoals al net genoemd, wat kan je zelf doen? Het is in ieder geval goed, mocht dit zijn beslag krijgen, om als patiënt wel ook de mond open te doen om te vragen van, goh, zou protonentherapie voor mij een optie zijn? Misschien wel, misschien niet. De volgende dia. En dit was eigenlijk het deel wat ik zou willen bijdragen. Dank u wel.